bijzonder feeriek plaatje zo op de zondagmiddag. Niet eerder meegemaakt hier in Rotterdam. Dat de verlichting uitvalt. Hier in het stadion is het veld nog wel redelijk te zien, maar voor u thuis is dat denk ik een stuk minder. En over een kwartier, over 20 minuten, dan wordt het echt donker. En dan zie je er echt niets meer. Maar na anderhalve minuut kunnen we dus even niet verder. De lach op het gezicht bij Berghuis. Daar de technisch directeur Martin van Geel. En Jan de Jong. Het publiek in Rotterdam maakt er in ieder geval het beste van. Want zo gezellig als het nu is, is het hier in tijden niet geweest. Daar de man die verantwoordelijk is voor de grasmat. Maar wie kan dit zo snel mogelijk gaan oplossen? Hij gaat natuurlijk niet over de verlichting. Maar over de kwaliteit van de grasmat. En daarover geen geklaag. De grasmat is prima, maar de lamp bedoel ik niet. Ja, als je de verlichting uit ziet vallen, zou je zeggen, kom maar op met dat nieuwe stadion, want dat is misschien wat flauw. Vervelend is het in ieder geval voor de spelers die natuurlijk een warming-up hebben gedaan, daarna even naar de kleedkamer zijn gegaan. Aan de wedstrijd beginnen en binnen een minuut moet scheidsrechter Bas Nijhuis de wedstrijd stilleggen. De spelers moeten maar proberen om warm te blijven, om in beweging te blijven. Om zo in ieder geval de kans op een eventuele blessure klein te houden. Hij is er bijna iedere thuiswedstrijd. Feyenoord en Jan Boskamp. Vooralsnog weten we niets. Weten we niet wat het probleem is. Voorlopig niet gevoetbald worden in de Kuip in Rotterdam. Volgens mij geeft de scheidsrechter Nijhuis aan, we wachten nog even en dan nemen we de beslissing. Maar over niet zo heel veel tijd speelt het Nederland zelf al hier in Interland tegen Frankrijk. En dan zit je toch niet te wachten op een kapotte lichtinstallatie. Net als dat niemand daar vandaag op zit te wachten. Wellicht kon u het verstaan thuis. Scheidsrechter Bas Nijhuis zegt, we gaan even naar binnen. We gaan richting de kleedkamer. Het is een graad of 8. En het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin om hier op de grasmat te blijven. Maar voorlopig wordt er dus niet gevoetbald hier in de 11e speelronde
in Rotterdam in de Kuip. En de vraag is, gaat er überhaupt nog gevoetbald worden vandaag in de Kuip? We gaan even terug naar de studio, naar Milan van Dongen.